Coach the morning. Koffietje in bed. Het is maandag. En ik ga weer beginnen met vloggen. Ik ben er weer. Half. Ik ga gewoon weer proberen. Het is in ieder geval maandag. Ik moet vandaag werken. En vanmiddag ga ik naar de kapper. Ga ik eventjes deze uitgroei laten fixen. En dan in de avond ga ik kopjes ophalen die klaar zijn. Dat is nog steeds helemaal gaande. En daar ben ik lekker mee. Dus dat ga ik vanavond doen. Ik moet nog even wakker worden, want het is fucking vroeg. Het is echt 6 uur of zo. En ik ben wel heel vroeg naar bed gegaan. Gisteravond nog eventjes thee gedronken in het plantsoen bij zondag. Met 2 vriendinnen. Het was echt heel gezellig. En toen sliep ik om 10 uur of zo. Dus op zich heb ik best wel lekker geslapen. Dit hele weekend eigenlijk wel. Dus het is weer tijd voor een nieuwe week. Oké, ik heb me klaargemaakt. Ik drink nog even appelazijn uit dit leuke glaasje. Oké, werk. Even koffietje maken. Of in ieder geval cappuccino. Hoppatee. Dit is trouwens van de Zeeman van een paar weken geleden. Echt mega chill. Dit zijn mijn kopjes. Ook helemaal leuk. Dit is een eierdopje had ik gemaakt. Hoe schattig is dit? En ik zal even laten zien wat ik ermee aan het maken was. Ik ben bezig met deze bordjes. Gebaksbordjes zijn dit. En dit is een bruine kleur. En een roze. Ook met allemaal teksten erop. Helemaal gezellig. En dit is mijn outfit. Lekker zwart. Ik voel me lekker zwart vandaag. Zo, ik ben klaar met werken. En ik zit nu in de auto. Dus, dan kan ik even snel eten. En dan heb ik daarna afspraak bij de kapper. Ik ga nu tegenwoordig naar een kapper in Groningen. Ik ging eerst altijd in Ruinevold bij een oude vriendin van mij. Maar die is eventjes uit de running tot januari. Maar ja, mijn haar moet wel geverfd worden. Dus ik heb nu ook wel een goede vervanger gevonden. En ik ga gewoon even mijn uitgroei doen. Want die is weer aanwezig. En dan ga ik daarna heel eventjes mijn boodschappen doen. Ik had er zoveel zin in. Ik was een spelletje aan het doen met kinderen. En toen stond er een plaatje met taco's. Toen had ik opeens zin. Oh my god. Ik heb zin in taco's. Dat heb ik echt al vet lang niet gegeten. Dat zit dan in zo'n lekkere harde taco. Dus ik denk dat ik dat even ga halen. En dan ga ik dat vanavond eten. Daar heb ik echt helemaal zin in. En oh ja. En dan moet ik ook nog mijn kopjes ophalen. Maar dat ga ik vanavond doen. Dus vol druk. Maar wel chill. En ja, ik heb 2 weken geen vlog geplaatst, omdat ik gewoon, ik was met mijn hoofd eventjes ergens anders. En ging ook niet zo heel lekker of zo. Dus dan het laatste wat je, nou ja, waar je dan aan denkt is, oh, ik moet mezelf filmen of zoiets. Tenminste, dat staat dan bij mij op het laagste pitje. Dus vandaar, maar nu voel ik me weer oké. Gewoon allemaal een beetje dingetjes waar je soms tegenaan loopt in het leen. Waar je dan even niet mee kan handelen. Waaronder dat ik soms wel eens denk, ik ben 31 en ik ben single. En ik zou zo graag gewoon weer een relatie willen of zo. Nou, dit wordt echt opeens helemaal in de auto zo'n gesprek met mezelf. Maar ik denk daar soms over na. Dan heb ik vriendinnen die wel ook single zijn. En, maar sommige vriendinnen die zijn al in een relatie. En eentje is al getrouwd. En sommige hebben kinderen. En sommige wonen samen. En ik weet dat je niet moet vergelijken. Maar soms heb ik daar ook gewoon behoefte aan. Dat ik denk van, oh, ik heb ook gewoon weer zin om weer iemand tegen te komen. Die spoort. En die openstaat voor iets. Tot nu toe ben ik alleen maar tegen losers aangelopen.
eten. Nou, dat ging ook allemaal niet zo lekker. Ja, ik wil daar wel eerlijk over zijn. Dus dat. Maar ik voel me nu weer oké. En ik ga gewoon weer lekker focussen op mezelf. En als ik mijn focus gewoon op mezelf heb. En gewoon weer lekker in mijn vel zit en zo. Dan straal ik dat ook uit. Dus ik denk dat ik het dan ook wel weer gewoon aantrek. En tot die tijd ben ik gewoon single. Maar ik hou ook helemaal niet van daten. Ik vind het gewoon vreselijk. Ik vind het, ach. Dat geforceerd bij elkaar zitten. Ja, het is wel nodig. Als je iemand wil leren kennen. Ja. Nou, zo gaat het dus de hele tijd in mijn hoofd. Dan ga ik van links naar rechts. En dan ben ik gewoon helemaal afgeleid van deze wereld. Klinkt echt alsof ik een of andere rare moloch ben. Maar ja, ben ik misschien ook wel. Oké, ik ga nu even op de weg letten. En ik ga naar huis rijden en ik ga lekker lunchen, want ik heb echt vette trek. Oh my god, ik was net thuis en de deurbel ging. En ik verwachtte helemaal geen pakket. En toen stond er iemand voor de deur met een bos bloemen. Dit is toch lief? Het is van een bedrijf waarvoor je samenwerkt. Nou, zo leuk. Kijk nou mooi. Ik dacht, ik heb een stilaanbidder, maar helaas. Oh, echt heel mooi. Oké, ik ga ze even in de vaasje zetten. Vet leuk. Oké, ik heb alleen de uitgroei gedaan. Oh, ik ben helemaal blij met mijn haar. Hoe gezellig. Deze mooie bos bloemen. Echt heel blij. Oké, ik heb boodschappen gedaan. Waar is mijn boodschappentas? Hier. En het was gewoon in de bonus. Alsof ze het wisten. Dat ik taco's wilde eten. Even kijken. Ik heb dus taco's. Deze. Van die kruiden. Deze. Ik was dus bij de kapper. En toen was er een stagiaire volgens mij. Of iemand. En die zei. Oh, alle odorex of de deo is nu 1 euro. Bij de Albert Heijn. En het is geen alcohol zit erin. En ik dacht, ik ga het even proberen. Het is zo'n rollertje. Ik heb normaal altijd van die spuitshit. Maar je moet altijd zorgen van hoesten. Dus ik heb nu zo'n rollertje. Crème fraîche doe ik erin. Ik doe niet heel moeilijk. Van die vega. Gehakt, sla, tomaat en van die salsa saus. Dan heb ik nog wat champignon en zo. Doe ik erin. Ik heb ook nog lenzen gehaald. Ik heb mijn airmas ingeleverd. Toen waren deze 2 maandlenzen nog maar 4 euro. Dus dat is win-win. En nu ga ik lekker koken. Nee, ik ga eens even koffie drinken. Oh, ik ben echt blij met mijn haar. Het is echt ook fabulous. Helemaal gefeund, jongen. Wow. Nou, kijk eens even. Lekker tacootjes. En dan ga ik even lekker een serie kijken. Ik weet nog niet wat. Ik ben helemaal lekker gedoucht. En ik ga nu even mijn skincare doen. Ik heb al mijn oogcreme op mijn vinger. Maar ik moet eerst deze doen. Serum. Zo chill. Dit is de Korean skincare. Thank you, Nienke, voor dit. Ze zijn helemaal obsessed. Ze hebben me helemaal overgehaald. Ik ben ook helemaal verliefd op deze producten. Er zit zo'n winkel in Groningen. En die heeft dus allemaal van dit soort crampjes en dingetjes. Het is helemaal niet handig hoe ik dit doe. Ik moet even gefocust. Oogcrème. Na, na, na. En dan ga ik even lekker een cacaootje maken. En dan ga ik in bed liggen. En dan ga ik even lekker schrijven. Want ik zit heel veel in mijn hoofd. En dat moet er even uit. En met cacao lukt dat het best. Ik doe even deze haarband in. En dan als laatste de moisturizer. Ik zal nog wel een keer de hele routine laten zien. Maar ik was nu al begonnen.
en bezig. Helemaal chill. Super fijn. Oké, en nu ga ik even een couchje maken. Oh, alles dondert uit mijn kast. Cacao. Pure cacao. Uit. Ben weer terug van de nagelstudio. Kijk, deze is echt helemaal kort. Dit is echt zo lelijk. En de rest is lang. En ik heb een soort van panterprintje met roze. Helemaal gezellig. Helemaal ready voor Ibiza. Ik heb ook nog een pakketje binnengekregen van Robijn. Good morning. Woensdag alweer. Het wordt echt tijd. Ik vind het trouwens echt mooi. Ik wil wel even wennen aan het roze. Het is wel echt heel roze. Maar goed. Het wordt denk ik echt tijd voor een vlogcamera. Want elke keer. Ik denk dat het daar ook wel een beetje dat dingetje zit. Elke keer als ik dan iets wil filmen. Dan is mijn geheugen vol. Dus ik denk dat het een goede investering is. Als ik een vlogcamera ga kopen. Daar heb ik eventjes over nagedacht. Toen ik aan het slapen was. En dan wil ik graag zo'n heel kleintje. Zo klein als dit schattige kopje van mij. Wil ik gewoon een kleintje. Met zo'n heel klein cameraatje bovenop. Ik weet eventjes niet hoe die heet. Maar die is volgens mij echt super chill. Super duur. Super chill. Maar ik ga gewoon even kijken. Binnenkort. Want ja, ik denk dat het dan ook gewoon veel beter gaat. Want ik heb gewoon heel veel zin om te praten. En om alles gewoon te vertellen. Maar dan staat er weer geheugen vol. En dat is echt zo knetterirritant. Dan moet ik weer mijn hele telefoon leeghalen. Dat hij nu al een minuut op kan nemen is al helemaal een wonder. Maar dan ben ik de hele tijd bezig met filmpjes weghalen en zo. Dus misschien is dat wel een goede investering in mijn vlogcarrière. Ik was gisteren trouwens bezig om dit te laten zien. Maar dit heb ik gekregen. En het is een wasparfum. Ik heb al eventjes geroken en deze is echt geweldig. Dat moet dus gewoon bij de wasmiddel in en bij de wasverzachter en dan de wasparfum erbij in. En dan staat erop dat het voor 15 keer meer geur gaat zorgen. Nou, ik ga vandaag even lekker wassen en dan ga ik het dus eventjes beoordelen. Kan jij haar helpen? Waar sta je op dan? Hoe heet dennenappel. Dat? Dennenappel. Goed zo, dennenappel. Een dennenappel, oké. Okay. Als je hierop komt, dan mag je naar beneden met het trappetje. Een trappetje. Koude koffie. Bleh. Even koffie mee en ik ga even lekker buiten zitten, want het is lekker weer. Dit lukt niet. Good morning, het is donderdag. En ik ben al vanaf 5:30 wakker of zo. En ik ben gewoon een beetje ontbijtje aan het maken, wasje gedaan, koffie gedronken. Nu ben ik ontbijt aan het maken voor werk. En ik ga nog even weer een koffietje maken. Ik dacht, ik ga gewoon even lekker de tijd hiervoor nemen. En ik moet sowieso heel vroeg in Mussel zijn. Dus dan vind ik het chill om gewoon een beetje lekker vroeg wakker te zijn. En een beetje, oh, mijn skincare te doen. Even een koffietje. Dus dat ga ik even doen. Ik ben weer thuis. Ik heb even chillkleren aangedaan. Want het is echt
Kijk in de spiegel. Ik lijk wel zwanger, jongen. Echt. En ik had ook een strakke broek aan. En het zat niet lekker. En toen dacht ik, ik ga gewoon even lekker comfy outfitje aandoen. Ik ga even wat pakketjes verzenden van de koppies. Ga ik even boodschappen doen. Het regent buiten. Dat is echt helemaal geweldig. En dat ga ik doen. Boodschappen gedaan. Even kijken. Ik ga even lekker smoothies maken met banaan en spinazie en mango. En dat doe ik in de ochtend. En vanavond ga ik zo'n lekker kerstpakket maken. Butter chicken. Helemaal lekker. Dat. En toen ging ik nog eventjes naar de kruidvat. Hier had ik zoveel zin in. En ik hoorde net een kerstliedje. Toen werd ik helemaal gek. Ik vind dat zo geweldig. Lenzenbakje. Nog even een lekkere douchegel. En scheidduur de tandpasta. Maar het was 2 voor 6 euro. Anders zou ik dit nooit kopen. Want ze zijn al 5 euro per stuk. En een nieuw luchtje. Het zijn luchtjes gemaakt in Frankrijk. En ik had hem even opgespoten. Ging boodschappen doen. En ik dacht, die ruikte zo lekker. Toen dacht ik, oh, dat ben ik. Dat ben ik. Dus toen heb ik hem even gekocht. Dat was 10 euro. Het waren 2 plus 1 gratis. Maar ik dacht, nee, ik doe gewoon eventjes eentje. En mijn luchtje was ook op. Hij is echt heel lekker. Heel lekker. Oké, nou dat was het volgens mij. Nu ga ik even koffie drinken, want ik heb helemaal geen koffie gehad nog. Oh, ik heb echt vet lekkere curry gemaakt. Het is geen curry. Het is butter chicken. Met lekker rijst. Dus dat ga ik even lekker eten. En daarna moet ik even mijn banden oppompen. Want die lopen langzaam leeg. Kwam ik achter. Dus ik moest er zo eventjes oppompen. En ik heb zaterdag een afspraak gemaakt bij de garage. Om ze eventjes te laten checken. Dus dat ga ik doen. Ik heb heel veel trek. Dus ik ga lekker eten. Die pakketten van de Albert Heijn. Echt joh, dat is zo chill. Weg. Oké, ik... Ik ben ook trots op mezelf dat ik zoveel aan het filmen ben. Ik heb er nu ook weer een beetje mijn hoofd bij of zo. Ik was er gewoon helemaal niet bij met mijn hoofd. En het voelt ook wel een beetje als een soort van... ik weet niet. Therapie? Nee, dat is niet het goede woord. Ik weet niet wat het is, maar het voelt gewoon weer fijn en leuk om te doen. Morning, ik heb mij een beetje verslapen. Of in ieder geval, ik heb mijn wekker uitgedrukt. Dat vind ik heel vervelend. Maar nu ga ik even ontbijt maken. Ik heb yoghurt en dan doe ik in het bakje een beetje van dit soort chivel. Gepofte quinoa. Even kijken of mijn buik wat minder opgezet is vandaag. Maar ik ga natuurlijk niet in een pyjama broek naar school. Maar ik wil gewoon eventjes een lekkere chille broek aan. Gewoon. Maar dit zijn havervlokken. Die zit ook. Ja, ik wil eigenlijk even glutenvrij. Maar nou, ik kan hier ook niet te lang nadenken. Want ik ben al laat. Dan maar even dit. Kort dagje. Is dat stil? Huppatee. Deze mee. Dit is echt zo'n chill bakje. Die krijg je gratis bij de kruidvat. Oké, ik ga even tempo maken. Welke willen we nu doen? De boom. Ja, en de boom heeft heel veel? Bladeren. Ja, en die waaien weg door de?
wind. Door de wind. Het gaat ook Good morning. Het is zaterdagochtend. En ik ben al vanaf 7 uur wakker. Ik moet zo naar de garage. Voor mijn banden. Of nou ja, zo. Om 10 uur heb ik een afspraak. Maar ik dacht, dan ga ik daar van tevoren gewoon eventjes nog kopjes maken. Het lijkt wel midden in de nacht. Zo donker is het. Maar het is iets van 7:30 of zo. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik ga kopjes maken. En voor de rest heb ik niet zo heel veel plannen eigenlijk. Maar dat kan ook niet, want ik moet echt heel veel maken. En ik moet glazuren. En de vlog is ook best wel lang. Dus ik denk dat ik hem vandaag al afsluit. En dat ik hem morgen ga uploaden. Want anders trekt mijn telefoon het niet. En dan kan ik hem niet eens meer uploaden. Of in ieder geval downloaden. Dus dat. Oké. Okay. Doei. Oké, ik ga lekker bezig. Smoothie maken. Ik heb hier een beetje mango bevroren. Het is een beetje te veel bevroren eigenlijk. En dan doe ik er een banaan bij. Deze la, jongen, is echt een dikke teringzooi. Nou, doe ik banaantjes erbij. Eel, ik haat bruine stukjes banaan. Dat vind ik zo walgelijk. Och, het doet me denken aan dat ik nog vroeger op school was. En dan had iemand zo'n vieze bruine banaan. En dan gingen ze dat gewoon opeten. Dat vind ik zo niet oké. En dan ook nog doen. Oh ja, lekker. Nee. Bleh. Echt, als mijn banaan al bruin was, dan hoefde ik het al niet meer. Gadver. Ik heb trauma's. Wat zit mijn haar raar. En wat is het hier fel licht. Ik moet echt zon op mijn hoofd. Maar zo wit als wat. Nou, dan doe ik. We gaan back to the smoothie. Doe ik een beetje melk. En een beetje water. Ik doe altijd maar wat. Echt. Ik moet echt deze kastjes weer een keer opruimen. Het is elke keer zo'n zooi. Nou, doe ik een dopje chiazaad erbij. Ja, ik denk dat dit nog veel te bevroren is. Dat ding dan kapot gaat. Zodat hij dat dan niet houdt. Nou, maar het is wel altijd lekker koud dan. Spinazie. Oeh, wat is dit? Grasspriet. Jongens. Oh. Kijk dan. Dikke lange grassprieten zitten erin. Is ook groen, maar gadver. Nou ben ik ook bang dat er een slak in zit of zo. Oké, dan doe ik dat een klein beetje erbij, niet te veel. En dan doe ik dit bakje erbij. Oh, dit gaat hem niet worden. Hoor. Ik haal even dit uit, want anders dan heb je vet veel herrie. Nou, hij is gelukt. Mijn smoothiemaker is niet ontploft. Dat is fijn. En dan heb ik helemaal zo'n leuk glas van die. Waar ik geweest was vorige week. Heb ik volgens mij niet gefilmd. Nee, dat was vorige weekend. Maar toen was ik uitgenodigd voor een event van Hotel Amio. Toen mocht ik allemaal heel mooi servies uitkiezen. En deze mooie glazen. Dit is toch fijn. Kijk dan. Oh. Oh. Wauw. Perfectie. Oh. Dit is zo lekker. Oh, zo lekker. En George. George is uit zijn hokje. Hij zit de hele tijd bij die kast. Met de deur te loeren. Mm. Oh, echt heel lekker. Mm. Oh my god. Ik kom echt net bij de garage vandaan.
voor die nieuwe band. Nou, ik had het helemaal gefixt. En ik rijd naar huis. En het is vet glad op de weg. En het regent. En ik knal echt zo vol op een bus. Ik heb echt nog nooit een ongeluk gehad met een auto. Tenzij, zeg maar, die dingetjes, zeg maar, gewoon van die kleine dingetjes, weet je wel. Maar dit, ik zat helemaal te shaken in de auto. Ik vond het doodeng. Nou, gelukkig heb ik niks, maar... Oh mijn god. En die mensen waar ik tegenaan botste, nou, die waren gelukkig echt heel lief en behulpzaam. Maar, oh my god, ik moet hier echt even voorbij komen. Dit was echt heel, heel, heel naar. Nou, even met mijn ouders gebeld. Even mijn verhaal gedaan. Ik was ook nog eventjes naar de Action geweest gisteren. En ik ga gewoon eventjes even door met de orde van de dag. Oké. Ik heb van die rollers gehaald voor in mijn haar. En dan ga ik even kijken of dat een beetje chill is als ik dat dan gewoon in doe en ga feunen of zo. Dat ik dan een beetje van die mooie lokjes krijg. Voor de rest ga ik vandaag gewoon lekker een beetje bezig met mijn kopjes. En ik moet even wat bestellingen maken. En ja, dan ga ik de vlog afsluiten. Nou, het is me gelukt deze week. Heel lief dat ik ook wel wat berichtjes kreeg. Zo van, oh, waar blijft de vlog? Gaat alles wel goed met je? Ja, nou ja, dat heb ik dus uitgelegd wat er aan de hand was. En het gaat gewoon verder gewoon goed. Leuk dat je weer hebt gekeken deze week. En dan zien jullie mij weer volgende week in een nieuwe vlog. Doei!